Yeah. L'évolution, finalement on l'a différée. Car le serpent s'est mordu la queue et l'a digéré. Le texte qui suit n'est pas plus qu'un constat. Des abus de déjà vu recyclés. La page que je rate, les phrases que je rate et les occasions de me taire que je rate. Font le cas la mode il y a 20 ans. 70s, 80s recyclés à chaque printemps. Recyclés que des déchets nucléaires. Mais seulement dans un millier de millénaires. Ton histoire dont on ne tire aucune. Le son était le son d'histoire pleine de lacunes. Wat ben jij ervan, jong? Vanavond ben je bij de sleutelclub Sleuteltje 11 in Bellicum. En wat doe je hier alweer? We zijn hier met een man of 10 zijn we elke dinsdagavond aan het sleutelen. Aan onze oldtimers, hobbyauto's. En ja, waar iedereen maar mee bezig wil zijn. Ik ben samen met een achterbuurman zijn wij ooit als Citroën-fanaten begonnen op zoek naar een plekje om te sleutelen. En toen zijn we hier terecht gekomen. You got a lot to say. A different way. You did it like this. You did it like that. You keep the same old beat. Even een vraagje. Ja. Want het is natuurlijk een sleutelclub, er moet wel sleuteld worden, maar ik zie hem toch vooral auto's heen en weer rijden. Dat klopt, we zijn vooral een beetje aan het reorganiseren, omdat er straks een nieuwe stal erbij komt, daar moeten we even plaats voor maken. Ja, maar ja, ik begin te twijfelen, kun je hier wel sleutelen? Of, Ja, allemaal kunnen we hier wel sleutelen, en anders dan helpen we elkaar, want dat is ook de kracht van onze club. Ja, want wij binnen hier natuurlijk van een jongen om je sleutelkunst nemen te zien, en wat ga je hem dan in de boel reorganiseren? Ja, dat klopt, ja, maar... Laat hem dat dan nu zo wel hier. Nee, dat ligt hem nu echt aan de situatie. Omdat we hier op dit moment dus een nieuw lid verwachten. Doe je dit sleutelen nou omdat je het vooral leuk vindt? Of is het ook gewoon een prachtig mooie manier om wat jod te besparen? Ja, het is het beide eigenlijk. Ik vind die auto's heel leuk. En dat is een rare afwijking. Ik vind ze mooi. Ik wil daar graag in rijden. Maar ja, als je dat dus dwang lid al, ja, dan maak je toch wel aardig vermogend wezen. Maar dat ontbreekt bij mij dan wat. Dus op dat moment heb ik dacht van ja, als ik dit dwang wil, als ik hier in rijden wil, dan mag ik dat zelf leren. Maar ja, dan ben je daar maar aan de gang. En als je dat helemaal net leuk vindt om te dwang, ja, dan wordt het niks. Dus er zit wel echt iets in dat ik denk van... Ja, ik vind het wel leuk om mooi te doen. Het is heel veel oorzaak wat ik in het normale leven doe. Dat zit vooral meer in de culturele kunstzinnige hoeken. En ken je met een beetje? Want als ik deze auto chauffeur, dan denk ik nou, ik weet niet dat dit nog wel goed komt. Ja, het is een stukje ontspanning en een stukje hobby. Dus, ja, maar je wel te gek dat ze rieden uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Tot nu toe zijn er hier twee auto's rijdend uitgegaan en de rest die hoopt dat ze ooit weer naar buiten kunnen. Dat liep het mijn motor net een heeg rendement, dat ik zie wat je registreert. Nee, het is voornamelijk ook een stukje hobby. En de meesten hebben ooit de hoop dat de auto's weer naar buiten gaan. En, of dat gaat gebeuren, dat is voor sommigen de vraag en voor anderen een weet. Nou man, gaan jullie nog even door met jullie hobby? Gaan wij door met onze hobby? Beste! Dat is deze. Die heb ik aan 20 jaar terug. Heb ik dat kregen van mijn vrouw op de Schelling. En dat was de eerste. En toen is het langzaam uitbreiden tot uiteindelijk deze verzameling. Hij het was bezacht? Ik heb het wel eens geprobeerd, maar nee. Dat heeft mij nog te dreig. Dat heeft je nog te dreig? Ja. Dus je kiest maar makkelijker waar je kiepen ze om kan te kleren. Ja. In de toekomst ook maar eens proberen gewoon eens even in een... Dat ik eens in mijn cassette. Maar dan moet ik een beetje meer tijd hebben.
voorlopig komt dat er niet van. Nee. Ik heb een pakket systeem, dus... Oh, dus dat wel? Ja, die heb ik op marktplaats gehad, dus... Maar ik heb er al even niks gehoord, maar er komt aardig wat bij te zien. Dus de eerste omzet is er? Ja, de eerste omzet is er. Lights are waiting on the banks or in seaboards from the heather. Dus bijvoorbeeld, nou, die heb ik dan niet eens, 14 dagen heb ik die nou. Dus, maar dat is een heel mooi exemplaar. Dan had je je leven lang op zee zitten, denk ik, of net? Nee. Nee? Achter het bureau. Ook in dit? Ja. Ik zou de keuze maken en ja, bril dragen mag net naar de zee verdwalen. Dus dan heb ik een andere keuze maken en ben ik administratief. Dus ik werk op de financiële administratie van de NL Hogeschool. Dat is heel wat oors. Zeker. Maar ja, de interesse blijft altijd voor het maritieme gebeuren. Maar had je dan net het gevoel dat je eigenlijk je roppingen misdroom bent? Nou, soms wel, soms net. Maar ja, dan denk je van, nou ja, het ze wijzen met hem. Had je een boot? Ik haal iets bootje om naar Snitsematta. Al iets toer bootje. Dus, net wat grutters? Net als grutters, dus... Dan zit ik weer. Dan ben je... Dan zou je niet lang volle tijd net besteden kunnen aan deze hobby bijvoorbeeld. Maar dan, ja, dan moet je dan maar je boot onderhouden. Ja, dan moet je boot onderhouden, weekend schut en zo. Dus nee, voorlopig ga ik het maar mooi bij dit. Oh, dus je bent eigenlijk ja. Een zeeman op een kant? Ja, zeker.